Hallo Big Legion en welkom bij een nieuw part van Aperture Tag. Wij moesten een klein stukje lopen, heeft de jonge man ons verteld. Dus gaan wij dat doen. Remember, if a future you tries to warn you about this test, don't listen. Mijn reet, jongen. Hoezo dat ik dan wel luister? Uh-oh. This test chamber was for another test, which we are not assigned to. It was supposed to be solved with a portal gun. Wicked stuff. I'm sure there's a way we could solve it in our way. What the fuck? Hij mag dus niet blauw worden. En dan moeten wij eerst even alle muren painten. Kut. Ah, wacht even, die mag even vliegen. Dan moeten die muur nog iets meer blauw hebben. Blijkbaar. Anders komen wij niet boven. Yay, I did it. Mohahaha. Maar daar konden we net ook in, al die andere dingen. Ben ik dan gelijk de verkeerde kant op gelopen? Ik ben bang van wel. Ja. Ik had die andere kant willen ontdekken. Dit zijn echt de oude portal levels trouwens. Wacht even, load layer is safe. Dus even kijken wat de andere kant erop is hoor. This test chamber is for another test, which we are not assigned to. Nou, nee. Exit to main. Nee, dat kan niet, we kunnen niet... loaden. Ah, oh, spijtig. Spijtig! Spijtig! Kunnen we echt niet... Exit. Ik wil laden. Gewoon laden. Continue playing. Dat waarschijnlijk niet. This session was for another test. Nah, Shadpanda. It was supposed to be solved with a portal gun. Ik kan wel los dingen opslaan. Maar ik kan ze niet losladen. Dat is toch spijtig. I'm sure there's a way we can solve it in. Dat is echt jammer. Maar hij maakt het niet uit. We gaan gewoon verder natuurlijk. Komt allemaal goed. Want aan die andere kant bij die paarse dingen, misschien konden we daar niet eens naartoe. Misschien was die deur wel gewoon dicht. Dan heb ik gewoon mij dat ingebeeld dat ik daar naartoe kom. Zou kunnen. We zijn in ieder geval, we zijn er. Maar het is wel vet dat dit al de oude levels zijn van Portal, moet ik zeggen. I couldn't have done it better myself. Now, we have to find a vacuum delivery system to get you to the next test chamber. Kijk, hier is zo'n vacuum delivery system. This elevator is malfunctioning. We are looking for a vacuum delivery system. The door is rigged to open when the subject walks through the corridor. Dat was waarschijnlijk het andere ding ook. Dat was waarschijnlijk het andere ding ook, denk ik. Waar we net, waar ik net naartoe was, zeg maar. Waar is die vacuum tube dan? The fuck? Help! Ah, ben ik nou echt zo blind of wat? Of wat? We kunnen hier niet door die ruit, dan heeft het geen nut. Ah, wel, push hem out. Moest een vacuum tube vinden. Ah, daar! Do not enter. Super groot. Maar hoe komen wij daar? Want ik kan geen gel schieten. Helaas. Maar hier wel. Dus. Aan wij. Ergens gel schieten wat niet kan. Het is echt mooi om overal gel te sparen. Grung, grung, grung. Wacht, kan ik via daar naar boven? Game, kan dat?
Ah, we kunnen dit niet kapot maken. Dat vind ik echt spijtig. Stop met bouncen. Hier doorgaat namelijk, dan kunnen wij niet schieten. Dat is de disabler voor de pain gun. Dat is het hem. Oh, we waren er bijna. Zie, ik kom er wel. Ik moet alleen even door hebben. Woep woep. We made it. Niet helemaal. Dan kunnen we hier weer naar beneden vallen. Dat we waarschijnlijk... Aha, wacht. Nee, wat voor? We moeten het eerst hier allemaal nog painten dan. Oké, dan doen we dat daar. Ging het in het echt maar zo makkelijk, jongen? Verven, dat zou echt chill zijn. Dat zou echt chill zijn. Maar ja, helaas pindakaas. Maar wacht, als wij daar doorheen kunnen... Dan moeten wij toch ook... Zo naar boven kunnen. Yup. Oh fucking yeah, skills! Dus ik kan nou schieten waar ik eigenlijk niet hoor te kunnen schieten, als ik het goed begrijp dan. Oké. Okay. Daar gaan we dan. Oh, ik ben overal aan het painten, omdat het kan. Waarom niet? Het kan, we kunnen painten, dat is leuk werk. Oké, okay, we gaan weer helemaal naar beneden. Deze tocht hebben we al gemaakt zo'n beetje, toen gingen we juist naar boven toe. Maar ik ben benieuwd of we nou de speed gel krijgen. Aperture Science Innovations. Oh nee, Innovators. Laat maar. Innovators stond er. We gaan weer langs al die koepels. Net zaten we in die andere. Stop bouncing. Zijn we aan het bouncen dan? Game. The fuck. Oh, we gaan nou zo'n dome in. Zo'n koepel. Dat wordt zeer interessant. Denk ik. This test does make use of portals as testing elements. Okay. If you've never bumped into them before, they're pretty straightforward. Thingy goes in, thingy goes out. Okay. We moeten nou eens ook portals gaan gebruiken. Dat is interessant. Wat doet dit? Oeh. Dan staan wij hoger. Okay. En ja, ik spuit gelijk alles weer blauw. Wat blauw kan worden, dat wordt blauw. Ah, maar ik start het er zo mooi. Game. We moeten namelijk door die portal heen stuiteren. Woep woep, we zijn er. Daar. Nou moeten we alleen nog terug met kistje. En ik ben bang dat het in één keer niet lukt. Als ik zo kijk. Dus zal dat in... Oh god, nee. In twee keer moeten. Tenminste, al wel. Ja, dat lukt makkelijk in één keer. Never mind. Nou is daar de portal aan, dus dan moeten we weer iets doen. Dat we hier uitkomen. Nee, stop een bouncer. Please. Dit gaat nooit werken. Nope. Dat gaat nooit werken. Dat was wel iets te ver weer. Ik was iets te enthousiast met mijn springmogelijkheden, zeg maar. Oké. Okay. Hoeft ook niet alles gepaint te zijn trouwens. Zolang wij hem hier maar op het kistje kunnen, of op het knopje kunnen rachen, dat is allemaal goed. Kunnen wij hier naartoe springen of niet? Nou, zo niet. Maar zo wel. Vraag me alleen af voor wat.
Ah, wacht. Ik weet het hem al. Ik weet hem. Denk ik. Dat gaat fucked up zijn. Kan ik vanaf hier please dat ding blauw maken? Dank u. Ik denk dat ik hem weet, maar soms denk ik ook te moeilijk bij portal trouwens. En soms veel te makkelijk. Ik denk dat wij vanaf hier in de portal moeten springen en dan knallen wij er daar weer uit. Moeten wij op een knopje rachen en dan gaan we volle snelheid weer omhoog. Knallen we daaruit op dat platform en dan kunk stuiten we daarop. Kijk, we zien onszelf lopen. Zie je dat daar? Ik ben een teabagger. Oké. Dus ik denk dat we er ten eerste hier in moeten springen. In de blauwe portal. Oh kut, nee. Oh kut, zo, nou is die portal weg. Nee, fuck zooi. Dat is niet geheel de bedoeling. Dat moet pas, zo gauw als ik door de portal heen ga, moet het kistje weg zijn. Kijk, want anders dan spring je hier in. En dan vlieg je daar naar die dinges toe. Dat was het oorspronkelijke idee. Maar nou moeten we het weer even overnieuw doen. Dat was, oeps. Dat was niet helemaal zoals gepland. Daar is het kistje, daar is het kistje. Hey, kistje. Kijk, en dan kunnen we daar naartoe bouncen. Ik weet haast wel zeker dat het zo is. Portal kennende. Op een manier is het meestal wel iets dat je zo heen en weer moet vliegen over een langere afstand. Oh bam! Portals are a piece of cake. Nothing out of this world. It's time to increase the complexity just by one variable. Scales. Kug kug. Waar de fuck gaan we nou weer heen? Oh, dan gaan we. Oh my god, dan gaan we daar weer heen. En dan gaan we zo en zo en onderdoor. Oeh, dit is leuk. Wee, om de trap heen. Zo'n vet systeem eigenlijk, de vacuum tubes. Het is serieus wel een leuk systeem, vind ik. Maar, we zullen even kijken. Yay, speed, y'all. Woehoe, chapter 2. Companion Cube! Niet helemaal trouwens, ze hebben geen hartjes. Companion Cubes hebben hartjes, dat eigenlijk. Ik moet daar naar binnen. Control Room. Ik wil daar dus naar binnen. Kan ik ergens iets meenemen zodat ik daar op die knop kan rachen? Ik wil op die knop rachen. Wacht, hier kan ik ook op de knop rachen. Ah. Oh. Dat is wel handig hè, als je al tap bent geweest. Yay. Nou kunnen wij schieten hier. Great. Now use your gel gun to actually get to the testing site out there in the gorge. You will be heard. Co-workers, don't attend your orders. Goed bezig, the company. Replacing with our costly science investigations. Impede progress, oké. Dat klopt ook wel eigenlijk, want als je elke keer inderdaad dingen moet doen, dan... Hetzelfde als je bijvoorbeeld iets wil bouwen, een huis. En tijdens het afgraven van de fundering kom je allerlei dingen tegen. Dan kun je ook niet verder bouwen, en dan moeten ze het allemaal onderzoeken. Dat is juist het kutste wat kan gebeuren, zo'n beetje. Oh, fucking skills. Ik hou van jou. Die orange gel is echt ziek. Careful now. That thing crushes you to... Phew. Nicely done. I know. You know. We actually have one guy whose only job is to name all the aperture science patented devices. He even came up with that term. Welke term? Die heb ik gemist omdat ik te hard rende. Oranje gel is echt mijn favoriete in die hele game, hoor. De bouncy gel is leuk, maar oranje is zoveel leuker. Just the standard testing sphere. Nothing special. Aha, mijn ritje hoor. Doesn't have the reaction times required for this test. So I will shout out the directions you gotta go. This really helps out with survival rates. In theory, we're the first ones here. Are we starting already? Quick, left turn!
Dit lijkt op het racen. Er is ook een race co-op mod hiervoor. Kut. Je moet hier hoger voor zijn. Zeg maar hoger op die ramp, dan heb je een probleem. Ah, oh, kutzooi. Wacht, kunnen we ook blauw? Kan ik ook blauw of alleen maar oranje? Nee, ik kan alleen maar oranje. Wacht, weet je wat? Ik spray gewoon die hele baan alvast vol. Weet je zeker dat het goed komt? Maar nou moet ik eerst ook nog painten, dat is het probleem. Ik moet rennen en painten tegelijkertijd, dat is niet echt super chill ofzo. Leuk hè, painten. Goo, yeah! Woep 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 woep. Kijk, nou een hoge snelheid. Woep woep. Oeh! Impossible jump ahead. Die is inderdaad impossible. Impossible jump ahead, you serious? Game. Oh god. Wauw, niet genoeg snelheid. Maar dat is de kutte, je kunt niet rennen volgens mij. Oh my god. We knalden tegen het randje op, you serious? Ik faal nog wel eens in deze serie, dat merk ik ook al. De vorige keer was helemaal een ramp ook. Nee, die is niet impossible. Toch niet. Dat was een relatief lastige eigenlijk. Omdat je echt je snelheid moet bewaren en je moet de bochten goed nemen. Maar het is altijd wel leuk, die race dingen. Die heb ik nog eens met Yves gedaan. Sowieso wel. Kijk, en dan maken we het daar blauw. En hier oranje. En dan woep woep. Woehoe! Hier blauw. En dan hier oranje. Hoppa! Kijk, zo werkt het perfect. Ik vraag me alleen af wat ik hier moet... Ah, wacht. Ja, dit moet allemaal blauw zijn, zodat we doorbouncen. Dat was ook nog maar net. Bounce! Woep woep! Ik weet niet waar ik heen moet eigenlijk. Ik neem aan daar naartoe. Maar... Ik neem aan de bovenop. Ja. Poeh, dat was bijna van de rand af, hè. Jee, we zijn er. Oh, nee, niet gezien. Jee! Geen gerecyclede test van 600 jaar geleden toen Portal 1 en 2 uitkwam. Jee! Daar wordt iedereen blij van. Oh god, al wel. Word ik hier blij van. I want to remind you that these tests are still in an alpha state. Die fluid verwerken is leuk. Oh my fucking god. So I drained out the goo. So don't be afraid if you fall down. Use the stairs to get back up. You serious? I go down the hill. Ik ben bang. Okay, now we just have to find a way into the entrance of the test. Oh, dat is geen probleem. Control room, knop, ja. Wacht, wat gebeurt als ik hier doorga dan? Aha. Dan kunnen wij niet meer painten, via hier wel. Kunnen wij dan manufacturing? Nee. Ah! We kunnen hier niet door. Maar wij kunnen wel hier painten, anders komen we er niet. Snap hem al. Kunnen wij ook zo dat het valt? Val. Ja, dat valt wel goed, denk ik. Ik denk dat het wel redelijk goed gevallen is.
Oké, dan moeten we even terug. Dank u. Nee, stop me, Bounce. Lief zijn. Bounce. Oh, kut. Oh, fuck yeah. Ook nog maar net. Trouwens. Nee! Oeh. Ah, hier komen we niet echt chill bovenop of zo. We moeten er omheen kunnen. Als wij er omheen kunnen, dan komt alles goed. Maar dat kunnen wij nog niet. Stop met het bouncen even. Stop. Dank u. We weten nu tenminste waar we naartoe moeten sprayen. Dus kunnen we hier overheen lopen. En veel meer sprayen. Maar net waren we beneden. Vandaar dat ik dit gedeelte had gemist om te sprayen, zeg maar. Ik vraag me alleen af. Zou ik het kunnen redden? Om vanaf hier daar op te springen. Oh, net niet. Het moet misschien te doen zijn. Hij moet volgens mij op een manier te doen zijn. Om daar bovenop te komen. Het zou mooi zijn, dan kunnen we doorpainten terwijl we daar zijn. Dat zou echt niet slecht zijn, dat zou echt gewoon geniaal zijn eigenlijk. En best gemeen, maar zoals je nu bedoelt natuurlijk niet meer, maar... Zo, dat is heel ver weg. Dat wordt hem niet. Alright, denk je dat dit werkt? Ik heb geen idee. Het werkt, op een manier werkt het. Het kan. Als wij goed bouncen en zorgen dat wij niet raar ergens naartoe vliegen, dan kan dat. Dan kunnen wij er omheen. We zullen eerst dit even painten allemaal weer. We toch bezig zijn. Even daar bovenop nog. Perfecto. Oké, nu alleen nog even daar naartoe springen. Yay! Woehoe! Perfect. Skills. En ik weet dat dit niet de bedoeling is, maar fucking care. We kunnen nu... Die blokjes zitten vast. Daar kunnen wij niks mee, helaas. So, now ah. What that noise was. That's one mystery solved. Unfortunately, I cannot drain that. So, change of plans. Be careful. Oké, ik denk dat alles wel redelijk gepaint is. Rennen, een bounce. Dat was veel te schuin. Help. Dat was veel te schuin. Dat was niet goed, Kim. Wacht, houd het ene kleine randje. Werkt dat? Oh god. Oké, we hadden misschien eerst de bouncy fluid moeten gebruiken. Maar dan nog. Dat hele kleine inimini blauwe randje. Dat werkte wel. Zo mooi aan het painten. Painten met de paintgun is echt leuk. En nou alleen een goed timer. Niet dat. Dat was geen goede timing. Dat was een hele slechte, slechte, slechte timing. Het is wel kut dat we echt elke keer overnieuw moeten painten. Dat is echt verneukt.
Nog maar net. I thought our testing spree has come to an end. Proceed to the next chamber. Zo. We zitten echt elke keer vast bij zo'n vacuum tube, net op het randje. Dat is echt kut. Maar het zijn leuke puzzels. Dat zeker wel. Het zijn echt leuke puzzels. Introduction to Fizzler. This one should be pretty easy. Ah, Fizzler. Ah, oftewel, we moeten over Fizzler heen of zo waarschijnlijk. Ja, liedje. Maar we gaan verder in de volgende part. Dan gaat hij maar lekker verder met zingen of wat hij ook gaat doen. Ik hoop dat je het leuk vindt. Als je het leuk vindt, geef je een dikke thumbs up. Deel met je vrienden en zet hem even favorieten. En zie ik je in de volgende video. Later.